De Megaduk. Dit is de Megaduk. De Megaduk is een handheld en een Gameboy-kloon. De Megaduk was in 1993 verkrijgbaar in Nederland en werd onder andere bij Intertoys verkocht als goedkoop alternatief voor de Gameboy van Nintendo. Bij aanschaf van een Megaduk kreeg je ook een setje oordopjes en een 4-in-1 cartridge. Op het game select scherm van deze cartridge zien we dat de Megaduk niet alleen de naam is van de handheld, maar dat het blijkbaar ook de naam is van de mascotte die je hier ziet. Een beetje verwarrend is dit. Nog verwarrender en vreemder is het dat de Megaduk in Amerika omgedoopt werd tot de Cougar Boy. Een naam die vandaag de dag een nogal dubbelzinnige en hilarische betekenis heeft. Oké, de goedkoop grapje hebben we ook weer gehad. Nu wordt het tijd om de twee handhelds met elkaar te vergelijken. Links hebben we hier de Megaduk en aan de rechterkant natuurlijk de bekende Game Boy. De Megaduk is echt een kloon van de Game Boy. Je kunt het dan alles zien. De 4-punt druktoets is wel anders en ik vind hem eigenlijk behoorlijk kut, moet ik eerlijk zeggen. Dit speelt veel lekkerder en soepelder dan deze vier stukjes. Daarnaast voelen de knoppen van de Megaduk aan echt hard en goedkoop plastic. Terwijl de Game Boy toch echt een soort lekkere vering heeft. En de knoppen zijn ook iets kleiner. En wat, het ligt gewoon even wat lekkerder op je duim. Het enige voordeel wat de Megaduk wel heeft, tenminste vind ik persoonlijk dan, is dat de select- en startknop niet zulke mini knopjes zijn als op de Game Boy. Maar ook hier voelen ze iets harder en iets minder lekker eraan. Voor de rest, je kunt bijna zien dat het eigenlijk complete kopieën zijn. Hier ook voor het geluid en de select en start hebben ze iets verplaatst dan. En om hier een Megaduk te maken. Maar de headphones, wat je kunt zien hier en hier, die gaan allebei aan dezelfde kant erin. En qua grootte, laat ik met de dikte beginnen, is de Megaduk iets dikker. En ook ietsjes groter als de Game Boy. Het heeft ook een iets groter scherm als de Game Boy. Dat is dan ook wel weer een pluspunt voor de Megaduk. En voor de rest is het echt een complete rip-off. Aan deze kant zit de contrast. Nou, dat zit bij de Megaduk ook. De kabel voor adapterstroom. Nou, dat zit ook aan dezelfde kant als bij de Game Boy. En hier de volume. Ja, dat is gewoon één op één rip-off. En het is net genoeg veranderd om geen geitenkleem in je broek te krijgen. Alhoewel die Chinezen er zich er toch niet veel van aantrekken. Nou, de cartridges gaan ook op dezelfde manier erin. En ze hebben allebei 4 batterijen nodig, de Game Boy en de Megaduk. Dus dat is voor de fysieke vergelijking. We gaan nu over naar de games. En dit zijn de games die standaard geleverd werden bij elke handheld. Tetris, voor de Game Boy, al onbekend. Hoeft geen introductie of uitleg. En de 4-in-1 voor de Megaduk. Die laat ik jullie straks zien. Eerst de fysieke vergelijking weer. De dikte en de grootte zijn bijna even groot. Het enige verschil wat opvalt is dat de Megaduk hele grote pinnen of connectors heeft. En dat het er ook veel minder zijn dan de Game Boy. Die heeft er veel meer en ze zijn veel kleiner. Dat is dus de cartridge vergelijking. Wat nu komt, en dat klinkt misschien bizar, is de doosjes vergelijking. Dit zijn namelijk de doosjes. Dit is een game doosje voor een Megaduk spel. En dit is een Game Boy doosje, die kennen we allemaal. Het grote verschil is echter, hier zie je End Soldiers, Zelda, dan denk je van oké, dat zijn de game titels. Alleen de achterkant, hier zien we screenshots en krijg je een beetje idee wat voor spel het is. Maar bij de Megaduk zie je helemaal niks, terwijl er wel ruimte voor is, maar het is gewoon blanco. Dat is echt een groot minpunt van, wat kocht je nou eigenlijk? En de Game Boy spellen kon je ook echt testen op zo'n standaard. Maar daar had de Megaduk niet. Terwijl je hier wel ziet trouwens van dat het uit Gouda komt. En het is wel in Nederlands allemaal de handleiding. Maar je ziet dus niet wat je koopt. En dat is echt een kritiekpunt. En dat zien we later ook weer als we de games bespreken. Dus daar gaan we nu naartoe. De games bespreking. Oké, laten we beginnen met de Megaduk 4-in-1 game cartridges. Die standaard bij de Megaduk in zat. Hier staan 4 spellen op. Virus Attack, Electric World, Trouble Zone en Dice Block. Nou, laten we eens even snel bij langs gaan. Kijken om indruk te krijgen van de games voor de Megaduk. Attack. Push start. Oké.
zeggen. Setchen, hoe je het ook wilt noemen. Van de NES games, ook bekend. Wat hebben we hier? Dit komt me erg bekend voor. Space Invaders? Electric World dan maar. Stage 1, keer 3. Space Shooter? Hey, wat is dit? Het lijkt in een soort tank te zitten. In een doolhof. Met andere tanks. Doet me denken aan Tank World. Een Famicom game. En later geloof ik ook een soort pirate. Die je veel ziet op pirate NES cartridges. Oké, volgende maar weer. Trouble Zone dan maar. Push start. Level. Laten we maar met één beginnen. Tetris clone. Ja, ik heb het al wel door. Maar deze keer met cijfers. Oké, hoe werkt dit? Zoiets. Logisch. Nou moet 3 weggaan. 1, 2, 3. Nee. Allemaal tweetjes bij elkaar. Is dat de bedoeling? Ja, man. Ik dacht optellen of zo wat, maar... Oké. Tetris clone. Dijsblok. Ik gok een... dobbelsteenspelletje of zo. Hey, new game of password? New game. What the fuck is dit nou hier? Ik heb geen idee wat hier de bedoeling van is. Nou ja, dat was de multigame cartridge. De 4-in-1 gaat dus nu weg. Ik heb de Mega Drive er nog één keer bij gepakt met 4 box games. Van, ik wou het daar nog één keer over hebben. Ik benoemde dat als kritiekpunt dat er geen box art was. Tenminste, er was wel box art, maar geen screenshots op de achterkant. En jullie zullen vast denken, god, waarom is het nou zo kritiek? Nou, het hielp de verkoper van een Mega Drive absoluut niet. Je moet je goed nagaan dat dit 1993 was. En mensen kochten games op basis van boxart. En op basis van screenshots. En die waren er dus niet. En je kocht dus eigenlijk blind. Ja, alleen op de boxart. Maar ja, dat was eigenlijk ook nog een valse aankoop van Ant Soldiers. Dat is eigenlijk, ja, wat moet je daarbij voorstellen? Schieten of vechten met ants, een soort wormsachtig. Nou, het is dus gewoon een Lemmings-clone. Solomon's Treasure. Die je hier ziet, dan denk je dat het een race spelletje is en schieten of iets dergelijks. Nou, het is gewoon een soort van Pac-Man clone. Knick-Knack, dan denk je dat je een schildpad bent, dat je schiet of zo wat als je van een boxart uitgaat. Nou, het is een soort shooter, een soort space shooter eigenlijk. Dus ja, je kocht blind en ja, dat was echt niet goed bedacht. Ter afsluiting, de prijzen. Ook niet heel onbelangrijk. Wat ben je eigenlijk kwijt als je een Mega Drive koopt met wat games? Nou, de doosjes zie je echt zelden. Maar als je een Mega Drive op Marktplaats ziet met wat games erbij, dan ben je rond de 50 euro kwijt. Misschien dat je iets goedkoper uit bent, dan heb je wat mazzel. Maar ik zou zeggen 50 euro met een paar games en dan ben je er. De doosjes hebben nog wel een leuk puntje wat ik nog even wil benadrukken. En is dat ze genummerd zijn. En de games zijn ook genummerd. Er zijn ongeveer 40 Mega Drive games. Puppet Knight is nummer 8. Captain Knick-Knack is nummer 11. Solomon's Treasure is nummer 5. En Soldiers is nummer 26. En dat is echt een heel positief iets. Ik wou dat ze dit gedaan hadden bij NES of Game Boy games. Dat maakt het verzamelen voor ons een heel stuk makkelijker. Maar helaas... Ik heb trouwens ook geen idee wat
of er een variatie zit in zeldzaamheid. Of je Ansel dus bijvoorbeeld veel vaker ziet als Solomons. En of dat ook iets te maken heeft met de datum waarop ze uitgegeven zijn. Meestal zie je de cassettes trouwens zo verschijnen op Marktplaats. En voor een losse cassette betaal je rond de 5 à 10 euro. En ja, dat was eigenlijk alles wat ik jullie nog wou vertellen over de Mega Duck. Ter afsluiting laat ik wat gameplaybeelden zien. En voor de rest zou ik zeggen, tot volgende week woensdag. Thank you.